Hallo, hallo, ik ben Brian Fitch. En ik ga een YouTube-kanaal starten van Brian Fitch voor slijm. Ik ga laten zien wat ik ga maken, wat ik ga doen. Ik heb ook zelf best wel veel slijm. Ik heb heel veel merries, ik heb heel veel hengsten. Ik heb ook 3 grote paardenstallen. En ik ga allemaal laten zien wat ik heb gemaakt. We beginnen eerst met het halfje van Flyer. Flyer is een Pegasus. Zoals je ziet, het is een heel mooi paard. Hij vliegt ook en hij springt ook, zeg maar. Hij stijgt, bedoel ik. Dit halster ga ik voor jullie laten zien hoe ik deze heb gemaakt bij Flyer. Maar dit gaat wel bij een ander paard doen. Zo ziet dit er trouwens los uit. Nou denk je van, wat is dit? Nou, kijk. Dit paard dat ik ga doen. Je pakt dit grote lusje. Nou, eerst even snel het kleine lusje. Dat pak je, het grote lusje doe je vast om de oren heen. Oh. Het grote lusje doe je om de oren heen. En dan pak je deze, draai je hem over de neus heen. En dan pak je het kleine ringetje zo. En deze doe je om de mond. En dan heb je hier automatisch natuurlijk het halster. Nou, ik ga bij dit paard doen. Deze heet Beast. Dat komt van omdat zij natuurlijk zijn vrouw Beastin heet. Beastin, die heet Beauty. En dat is, vind ik daar heel mooi. En daarom heet deze Beast, van Beauty and the Beast. Zo. Dit heb je nodig. Je hebt een schaar nodig. Leuk hè, uiltjes. Je hebt een prikker nodig eigenlijk. Ik gebruik dat zelf. Ja, vind ik al fijn, want dit geeft precies aan welke maat het nodig heeft voor het paard zelf. Wol. Je hoeft niet zoveel wol te nemen. Het is ongeveer van dit hele lange stuk, nog een meter of zoiets verder, heb je ongeveer maar dit nodig. Dus helemaal niet zoveel. Je pakt het draad, dat draai je om de neus heen. Deze knoop je vast. Daarvoor heb je deze nodig, want je knoopt hem nog niet helemaal vast. Daarvoor heb je deze, natuurlijk. Deze doe je tussen het neus en het touw. En dan hou je hem vast. En dan trek je hem aan. Ja, ik weet, het ziet er heel raar uit nu. Maar het wordt misschien wel mooi. Meestal dat vinden jullie. Je knoopt hem nog een keer vast. Dus, toek. Zit hij vast. Deze kan je er zo uithalen. En dan kan je alsnog even checken of deze er wel af kan. En weer, oh god, op kan. En dan heb je deze alvast af. Nu pak je het langste lint. En dat is bij mij dus deze. Het andere mag je laten vallen. Heb je later wel nog nodig, dus dat moet je wel zo houden. Je pakt het lint, draait het om de oren heen. Dat is als bij een normaal halster. Dan pak je de pincet weer. Nou, ik noem het pincet, ik weet niet hoe jullie het noemen. Pak je het pincet, doe je het weer tussen de neus. Zodat je genoeg ruimte hebt om weer dit touwtje, het langste touwtje dat je langs de oren hebt gedaan, erin te stoppen. Soms is dat heel geklauter, dus dit, ik ga het doorspoelen. Zo, deze zit erin. Het is een heel partij soms, maar als je het eenmaal hebt gedaan, is het best wel leuk. Dan pak je hetzelfde touw. Kijk, dat wat je net eromheen hebt gedaan, deze dus. Deze die je nu uitsteekt, pak je weer het langste touw en doe je er doorheen. Dan pak je hem nog een keer het langste touw. Dan heb je zeg maar zo'n draaikolk gemaakt. En daar doe je het touw weer doorheen. Pak je het en dan trek je het super goed aan. Je ziet, is nu het halster gemaakt. Het is niet, oh wow. Het is niet een van de mooiste van mezelf. Ik kan misschien nog wel mooiere maken. Maar deze is er heel even voor Beast. Deze twee touwtjes had ik nog gezegd. Hier kan je nog zeg maar een knoopje in maken. Zo, en hier kan je dus net maar nog een knoopje maken. En dan kan je dit zeg maar zo vasthouden. Dus hier en hier.
Zo maak ik dus een halster. Ik ga ook nog voor mijn andere paarden doen. En ik heb mijn andere paarden ook nog laten zien. Echt ook al mijn paarden. Maar dat komt later nog. Zo maak je dus een halster. Een simpel halster. Gewoon voor maar 3 dingen voor nodig te hebben. Soms maar 2 gewoon. Zoals een, natuurlijk een schaar. Wol. En natuurlijk zo eentje. Die kan je gebruiken. Hoeft niet per se. Hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie een dikke vette like geven. En dat jullie abonneren op mijn kanaal. Voor meer en leukere video's. Tot straks. Misschien wel zometeen.